Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we weer eens FIFA. Dit is de tweede video, eigenlijk de eerste die echt FIFA is op mijn kanaal. Want de andere is zeg maar gewoon demo. En vandaag gaan we ons even lekker kwalificeren. Arjen Robben, Quincy Promes, Robin van Persie, Sli Sleiden, Jens Toornstra, Nick Viergever, Virgil van Dijk, Daily Blind, Rick Karsdorp en helaas ook Memphis Depay. Oh ja, dat is een heel Nederlands team, KVB, alleen de keeper, Nederland heeft niet zo goede keepers en ik heb geen coins meer, dus we doen het gewoon hiermee. Laten we gaan spelen. Ja, die verdediging is echt kapot slecht, behalve Imatip, die is wel goed op zich, maar ja, de rest. Zijn middenveld is wel sterk trouwens. Ik heb fucking vaak ongeluk, dus gaan kijken of Shareplay misschien geluk brengt of zo. Want ja, aangezien ik erin wil komen. Oh, die buttland, jongen. Op. Af, op. Allebei. Op en af. Dit is zo'n sprinter, weet je. Die paast hem of naar Maris of naar Sterling. En gaat daar... kutspel. Dan krijgen we onze Schmeichel. Ik had moeten blijven staan, kut. Eliminatie confirmed. Ook een And now I know my heart is a ghost town. Ja, ja. Zo doen wij dat. 1-1. Quincy Promes. Die is zo'n beest, jongen. Als ik iemand moet aanraden als je Russische league hebt. Of als je gewoon Nederlands team wil maken. Koop die Quincy Promes in vorm. Want hij is een beest. Dat is niet normaal. Nee, die komt in Moussa. Kom op, keeper. Memphis. Ja, Memphis Depay. Heerlijke goal van die Memphis. Wat een kutschot, maar hij zit er heerlijk in hoor. Dankjewel, Memphis. En helaas ook Memphis Depay. Twee minuten extra tijd, maar die man geeft op zijn scorebord 1 minuut extra tijd aan. Dan krijgen we dus penalties. Lekker hoor. Hier ben ik dus fucking slecht in. Ik dacht hij pakt hem niet. Hij pakt hem. Hij gaat links. Hoppakee, dat is de eerste. Lekker. Tweede gewoon rustig door het midden. Heerlijk. Hij gaat hem door het midden. Ik ben door. Lekker. Skirt. Kan ik tippen met hem? Nee, ik kan niet tippen met hem. Het lijkt dus zeg maar dat ik al een wedstrijdje heb gespeeld hiervoor. Alleen, die heb ik niet opgenomen. Dus we hoeven nog maar 2 wedstrijdjes voor de finale. Dus ja. Ik ga een keer doen. Dit is relaxed. Gewoon tegen een heel Belgisch team. Arjen Robben. Arjen Robben, die hem nu kan geven op Quincy Promes. En daar is dan de 1-0. Hatseflats. Kijk. Nee, dat is geen buitenspel, meneer. Dit is een grote kans. Ik vind dit een grote kans. Dit is zeker... Ja, dit is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt erin! Ja, het is er! Het is 1-1! Het is 1-1! Arjen Robben. Zo, doen wij dat. Hoppakee, Quincy Promes. Hier, je moet niet fokken met die Quincy Promes, want die Quincy Promes is een beest. Dat is niet normaal. Ja, is dat geel voor de keeper? Dat is geel voor de keeper. Ja, maar hij mocht helemaal niet zo inkomen op Quincy Promes. Nou, daar staat Robben erachter. Hij wil ook eigenlijk Depay hem laten nemen, omdat Depay dit kan. Dat weet ik. Laat ik hem een beetje zo plaatsen. Nou, dat was toch een mooie kans
Het was een beetje hoog. Het was een beetje te hoog. Oranje tekent zelfvertrouwen en de corner wordt nu genomen van de rechterkant van het veld met de linkervoet van... Kijk, daar gaat hij! Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder kopt! Hij is 22 centimeter groot, maar hij kopt er gewoon bij! En Sneijder scoort! En dan is de wedstrijd afgelopen. Dan gaat Promes natuurlijk de wedstrijd behalen. Daar gaan we dan, dames en heren. Met het Nederlands elftal de finale in. Op één speler na, want die hebben we Schmeichel. Nou ja, het zou wel relaxen zijn als we gewoon de finale halen, weet je. Dat zou gewoon leuk zijn. Ik heb trouwens nog niet mijn Bayern shirts gehad, helaas. We moeten natuurlijk tegen een OP team. Oh, kijk eens, het team is al goed. Dat is toch die Dybala? Ja, dat is Dybala, denk ik. Ja, Dybala. Blauw heeft hij dan. Dat is op zich niet heel slecht. En dan zet hij er een pionnetje op van... wordt maar 90 algemeen. Net als op die Cuadrado en net als op die El Sharabi. Waarschijnlijk is hij zo'n gozertje die zijn team zeg maar sneller laat worden. Dus niet laat schieten of zo. Ik denk, snelheid is belangrijk bij hem. Denk ik al gewoon. Nou, anders neem je niet die aanvallers, denk ik. Hier, en ik heb Robben daar. Doe je verdediging van hem. Doe je verdediging. Hallo, Quinty Promes. In de face. Doet hij gewoon hoor. Bang. Ah, dat is een penalty voor hem, ja. Hij stapt zo dom in, die viergever. Of is het viergever niet? Ja, het is viergever volgens mij. Dat Dybala erachter staan. Ik ga deze pakken. Ik heb zo'n gevoel. Schmeichel gaat hem pakken. Ik kan die wel zo mooi inschieten. Maar Schmeichel pakt hem gewoon. En wat zeg ik je? Wat zeg ik je? Pak die Dybala. Ja, dat is als hij met zijn linker had genomen en in de rechterkruising had geprobeerd, dan had hij meer kans gehad, denk ik, dan met rechts in de linker. Oh, dat is een heel lekker balletje. Alleen ja, dan komt hij hem terug. Dat is heel slim. Ja, jezus, die Depay speelt die bal al hard op Toornstra terug. Dat kan hij natuurlijk niet controleren. En dan is het Dybala met de 1-1. Ja, kut Depay, jongen. Die moet het altijd weer... Memphis, ja, Memphis Depay, heerlijke goal van die Memphis. Paulo Dybala. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Wat een mooi... Wat doet die fucking Sterling zo vrij daar? Wat? Wacht even hoor. Oh, jongen, waar is mijn centrale verdediging? Nou moet Depay het dus weer gaan doen, jongens. Kut de paai, jongen. Die moet het altijd weer Oké, nu krijg ik best wel weer een afstand om die vrije trap te nemen met Arjen. Als ik hem zo geef. Waarom schiet hij niet eerder? Wat? Dit spel. Je hoorde me waarschijnlijk zo echt 100 keer zo klikken. En hij klikte echt. Hij ging echt pas heel laat schieten. Nou mensen, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. We hebben het niet gehaald met het Nederlands elftal. Het was een beetje naaiend, denk ik, deze wedstrijd, aangezien we... Ik denk niet dat dit dat het een eerlijke win was. Maar ja, jullie mogen zelf natuurlijk daarover oordelen in de comments. Ik hoop dat ik jullie snel weer zie bij een nieuwe video, als ik snel upload. En dan zie ik jullie later. Doei! Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed idee.